Goedemorgen, het is 7:50 en het is een woensdagochtend. En dan zal je zeggen, Marloes, woensdag, je vlogt toch altijd in het weekend? Ja, maar het leek me gewoon ook heel erg leuk om een keertje een woensdag te laten zien. Een typical werkdag van Marloes. Ik zit hier met de allerliefste boeboe aan een ontbijtje. Ben je wakker? Ja? Nou, we hebben echt heel slecht geslapen. Waanzinnig. We wonen echt zeg maar tegen de binnenstad aan van Groningen. En de buurvrouwen die besloten om 5:00 echt een feestje te gaan houden. Gelukkig zei iemand er wat van. Maar we hebben dus niet zo heel goed geslapen. Verder zit ik hier aan een kopje gemberthee. Nog steeds hoekt aan de verse gemberthee. Ik zal ook even snel een outfit of the day doen. Hebben we die ook gehad. Heel simpel. Jurkje van de Primark. En nep alstartjes. Ook van de Primark trouwens. Ik ben een hele Primark girl. We hebben net nieuws gekeken. En ik ga zo meteen naar de sportschool. Daar heb ik mijn praktijk zoals je misschien weet. En ik heb als diëtist een aantal cliënten vanmorgen. Dus dat ga ik vanochtend doen. Ik ga zo meteen natuurlijk eerst even mijn tandjes poetsen. En dan. Let's go! Zo, daar zijn we dan. Hier kom je binnen bij de sportschool en hier is gelijk mijn ruimte. Ik ga dus alles licht aan, zo, alles openzetten. De deurstopper voor de deur, dat de deur open blijft staan, zo. En dan gaan we naar binnen. Zo, welkom. Hier tegenover zit de fysiotherapie altijd. En dit is dus mijn ruimte. Heel veel van jullie zullen hem al een keer gezien hebben. Ik ga nu mijn laptop opstarten en klaarzetten. Ik heb altijd mijn geliefde laptoptas mee. En daar is Monique. Dag koffie. Monique, koffie. Koffie. Het is koffietijd. Zo, een kopje koffie gedronken en mijn laptop opgestart. En nu ga ik mijn agenda openen en mijn software openen die ik gebruik als diëtist. Ik heb altijd een glas water naast me staan, zodat ik voldoende drink. Oh, en net dus even een kopje koffie gedronken met collega's. En dat vind ik echt het grote voordeel van dat ik hier in een sportschool zit. En niet zo ergens random, zeg maar, dat ik alleen een praktijkje heb als diëtist. Want nu heb ik gewoon gezellig mijn collega's waar ik af en toe een beetje praatje mee kan maken. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik heb geloof ik als eerste cliënt een meneer met een hoog cholesterolgehalte. Ik heb van allerlei soorten cliënten. Veel mensen denken dat een diëtist alleen maar mensen begeleidt die willen afvallen. Nee, dat is echt niet zo. Dus ik zie echt van alles en nog wat. Dat vind ik ook juist heel erg leuk. Dus daar gaan we mee aan de slag. Zo, wat vliegt de tijd toch altijd voorbij, jongens, als je aan de gang bent. Het is inmiddels 12:00. Ik heb heel wat cliënten gezien. En nu is het tijd om eventjes boodschappen te gaan doen en dan naar huis te gaan. Dan ga ik eerst even lunchen en vriendin Annelies komt gezellig lunchen. Dat vind ik heel erg leuk altijd. En dan ga ik vanmiddag verder werken aan mijn blog. Maar dat vind ik ook gelijk. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Maar het leuke aan ondernemer zijn. Dat je gewoon zelf kan beslissen hoe en wat je gaat lunchen. En dan heb ik dus heel regelmatig dat er even een vriendinnetje langskomt. Of dat ik met iemand lunch. Dus dat is gezellig. Mijn tas inpakken. Hier de boel afsluiten. En dan gaan we naar de Albert Heijn. En Annelies is er met haar dochtertje en we gaan lekker eten. Ik heb allemaal goodies gehaald. Lekkere broodjes, dus eet smakelijk. Dat was super gezellig. Ik heb net de tafel even opgeruimd. En ik ga nu eventjes afwassen. Want er stond ook nog afwas van gisteren. En ik ga er even een wasje in doen. En ik ga even de vuilnis buiten zetten. Of nou ja, we hebben hier zo'n ondergrond ding, zeg maar, waar je vuilnis in kan. Dus eventjes een goed housewifey spelen. En ik vind het altijd fijn. Tijdens het afwassen zet ik altijd gewoon even een muziekje op of zo. Dan is dat best wel heel gezellig. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you? Are you? Ik
heb net een video opgenomen hier. Die video hebben jullie, als alles goed is gegaan, maandag al kunnen zien. De hoe kom je van je vakantiekilo's af video. Nu het statief dus even opruimen. Oh, trouwens, dat vind ik dus zo perfect, zeg maar, aan de combinatie van mijn baan. Dat ik, zeg maar, mijn cliënten 's ochtends combineer met mijn blogwerk en mijn YouTube kanaalwerk 's middags. En voor mij is dat echt zo perfect. Je zou mij niet van 9 tot 5 hetzelfde moeten laten doen, want dan zou ik echt helemaal gek worden. Maar nu kan ik gewoon al mijn energie en al mijn motivatie erin steken. Ik vind iedere cliënt leuk en ik heb interesse ervoor. En ik kan me voorstellen dat als ik een hele dag door alleen maar cliënten zou zien, echt van 9 tot 5, dat ik dan bij de laatste paar gewoon ga aftellen van hey, hoeveel moet ik er nog? En dat zou ik niet zo eerlijk vinden richting die mensen toe. En nu kan ik iedereen gewoon mijn hele positieve energie geven, want ik weet dat ik 's middags gewoon weer wat anders ga doen. Dan heb ik weer nieuwe energie, nieuwe motivatie. Dus lang verhaal kort, ik heb net een video opgenomen. Die ga ik zo meteen editen. Ik heb trouwens ook wat shots hier opgenomen. Ik vind het tegenwoordig wel leuk om iets meer werk in mijn video's te stoppen. En ik hoop dat jullie dat ook een klein beetje terugzien. En daarnaast ben ik dus een beetje bezig geweest met schoonmaken. Ik had in één keer de schoonmaakwoede had ik weer in me. Wat ik trouwens niet heel vaak heb. Ik moet ook eerlijk toegeven. Soms als ik andere vloggers helemaal zie schoonmaken en zo, dan voel ik me zelfs een beetje schuldig of zo. Hebben jullie dat ook? Laat zeker hieronder even achter. Weet je, het is niet dat het hier altijd vies is of zo, helemaal niet. Maar ik ben echt niet iemand die elke week een dweil door het huis haalt. Ik ben daar soms best wel laks in. En zeker als ik hele drukke periodes heb, dan komt het schoonmaken er gewoon even niet van. En dan ja, dan is het misschien iets minder netjes hier. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben ook niet zo vaak thuis. Dus ja, maakt niet zoveel uit. En nogmaals, het is niet heel vies hoor. En de afwas doen we gewoon elke dag. Dus dat soort dingen. Maar ik ben gewoon niet zo'n hele diehard schoonmaak. Wie herkent dat? Dat je je haast gewoon schuldig voelt als je andere vloggers en bloggers wel keihard ziet schoonmaken. Ik denk trouwens al dat het anders wordt als je een kind hebt. Want ik kan me voorstellen dat als ik een kind heb, dat ik het niet zo fijn vind dat hij of zij over de vloer kruipt waar allemaal troep ligt. Nou klinkt het echt alsof ik echt een zwijnenstal hier heb. Dat is niet zo, maar je snapt me wel. Goed, ik ga die statief even opruimen en ik ga mijn video editen. Het is inmiddels 17:15 en ik ben alvast de voorbereiding aan het maken voor het avondmaaltijd. Sven is pas echt om 7:00 thuis, maar ik ga een hartige taart maken. En zoals ik laatst ook al vertelde, is hij daar echt weg van. Ik heb hier kip, hij stelt niet echt scherp. Zo, dat is beter. Ik heb hier kip met broccoli en prei en champignonnetjes. Die zijn aan het bakken. Hier heb ik een hartige taart bekleed. Hier heb ik snoeptomaatjes, want die snack ik altijd tijdens het koken. Een tip, heb een groot glas water en snoeptomaatjes bij de hand, want dan voorkom je snaaien. Nu ga ik deze grote blik tomatenpuree erdoor doen, dames en heren. Zo. En eventjes goed doorroeren. Ik heb hier een mix gemaakt van 2 eetlepels bloem, een scheutje melk en 3 eieren. Ik heb het bakblik belegd. Hier, dat gaat daarin en dan dat eroverheen. Nu nog wat geraspte kaas eroverheen en dat is natuurlijk niet zo gezond. Dus ik doe op mijn gedeelte gewoon veel minder geraspte kaas. En op Sven's gedeelte wat meer, want hij vindt het super lekker. Zo, en dan is hij klaar. De oven staat op 200 graden. Daar kan hij zo meteen in voor als Sven thuis komt. Ik denk ongeveer 40 minuten op 200 graden. Dit is niet het meest gezonde wat je kunt eten. De taartdeeg is namelijk gewoon niet zo gezond. Verder eet je in verhouding veel vlees en vleesvervanger. Want ei is een vleesvervanger. En relatief weinig groente. Oh, ik bedenk me nu net. Ik ga die randjes nog even ombuigen. Zo, nu is hij klaar om zo in de oven te gaan. En ik ga ondertussen weer even verder met editen. Maar het duurt nog een uur voordat we gaan eten. En ik heb nu echt al trek. Dus ik heb even een smartbar gepakt. Dit is een chocolate peanut variant. Oh, die vind ik zo lekker, hè. Dus die ga ik lekker opeten. En ik ga verder met mijn video editen. Hij is klaar en de mister is thuis. Hoeveel zin heb je in deze taart? Heel veel zin. Ik heb heel veel zin in de taart. Yay. Ja. Jongens, ik wil even een moment van stilte, een moment van aandacht voor hoe perfect deze taart gelukt is. Wij hangen lekker op de bank met z'n tweetjes en we gaan een tv-serie, is het een serie? Volgens mij een film. Een film.
een film kijken die we nog nooit hebben gezien. Het heet Feuten het feestje. Dat gaat volgens mij over studenten. Ik ben heel benieuwd. Ik zal jullie zo meteen even laten weten wat ik ervan vind. En ik ga nog even wat kwark halen, want ik heb weer strek. Zeg lieverd, wat vond je ervan? Ja, wat moet je hier nou weer eens van zeggen? Ik weet het niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vond het best wel heftig. Wat vond jij ervan? Ik word geen student meer. Je wordt geen student meer? Nee. Nee. Ik laat over. Heb je de tijd gemist? Nee. Nee? Nee. Dat was wel heftig hoor. Heftig filmpje wel. Maar goed, wel entertaining vond ik hem. Keek lekker weg. Keek lekker weg. Ja, dat is ons oordeel. Wat geef je voor cijfer? 4. Een 4. Kijk, lekker weg. Een 4. Nou goed. Hierbij onze geweldige samenvatting van Feuten het feestje. Ik hoop dat je er wat aan had. En ik hoop natuurlijk dat je deze vlog leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal. En geef natuurlijk even een duimpje omhoog. Dan maak je mij het gelukkigste meisje in de wereld. Of is dat overdreven? Laat ik maar hopen dat ik dat doe voor je, man. Dat doet Sven. Goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot in de volgende video. Doei doei.